Hoi Simmers, het is 23 maart en dat betekent dat we dus weer een sterrenbeeldsim gaan maken. En dit keer is het de periode van de ram, die is nu net ingegaan. Dus we gaan een mannelijke sim maken, gebaseerd op het sterrenbeeld ram. En ik heb natuurlijk weer op Facebook gekeken wie er in deze periode jarig is. En het grappige is dat er iemand jarig is die ik via de Sims heb leren kennen. Eerst via een ander forum en nu is hij ook lid op Town of Plumbobs. Hij heet Rummy, maar je kan ook Remy zeggen. Dat was namelijk eerst wat ik dacht toen hij heette, maar hij heet dus Rummy. Rummy Ram of Remy Ram, wat je wil. Maar dit wordt dus de mannelijke sim. En dan gaan we natuurlijk eerst kijken naar het innerlijk, voordat we aan het uiterlijk gaan werken. En ik ben natuurlijk weer online gaan kijken naar informatie. En ik ben erg blij met de websites die ik gevonden heb. Want tot nu toe uit elke reacties die ik gekregen heb van sterrenbeelden die al geweest zijn, is dat de informatie die ik elke keer gevonden heb erg goed blijkt te kloppen. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. En Rummy Ram. Een ram is avontuurlijk, energiek, innovatief, geduldig, enthousiast, zelfverzekerd. En ja, zelfverzekerd is natuurlijk een eigenschap die wij hebben. Oh, in de Sims hier, dat is deze. Een Jima. En toen ben ik ook een beetje gaan kijken natuurlijk weer naar negatieve eigenschappen. En dat heeft ook weer te maken met de andere positieve eigenschap die ik heb gevonden. Want rammen kunnen dus erg ambitieus zijn. Heel erg innovatief zijn en creatief met dingen die ze willen bereiken. Dynamisch dingen. Ze zijn vlug van begrip en zo. Maar ze kunnen ook heel erg ongeduldig zijn. Opvliegend als het niet wil lukken. Of als het met andere collega's, dat het niet loopt zoals ze hebben verwacht. Dus dat vond ik wel een mooie combinatie. Dus qua positief wordt het dus ambitieus. Maar als het dus niet lukt, dan wordt het Sambo. Qua negatieve eigenschap, waar staat die? Een heet hoofd. En qua doel, een tijdje terug is natuurlijk jungle-avonturen uitgekomen. Daar zijn wat nieuwe doelen bij gekomen. Waaronder een doel die ik heel erg vind passen bij een ram, want ze zijn dus pioniers. Pioniers als het gaat om nieuwe ideeën, dus vandaar die ambitieuze eigenschap. Maar ook pioniers als het gaat om onbekende gebieden. Nou, laat nou dat een eigenschap zijn of een doel zijn, jungle-verkenner. Deze sim wil de jungle verkennen, dus oftewel nieuwe gebieden ontdekken. Ja, perfect. En dan krijgt Ram de verzamelaarsdoel of eigenschap er ook bij. Dus dit is het innerlijk wat we in ieder geval hebben. Daar ga ik dus nu een uiterlijk op proberen te maken. Gaan we naar het gezicht. Even alles klik ik altijd weg. Nou, voor de rest is alles weg. Het is op zich wel een beetje prima gezicht, maar ik wil... Ja, wat voor huidskleur wil ik? Misschien deze? Ik vind die ogen wel heel, heel goed. Ik vind die, dat zijn wel zelfverzekerde, een ambitieuze blik, vind ik. Maar ik wil toch wel wat dingen aanpassen. Dus dat gaan we onder andere doen met de wenkbrauwen. Hier kijkt hij heel boos. Als we dit stuk... Oh, wacht. Kijk, heeft het dan wat vriendelijker gezicht. Deze mag wel wat lager. En die wil ik wel even bewerken. Ja. Wat? De onderkant van het gezicht staat heel ver naar voren vergeleken met de bovenkant. Zoiets. En het mag wel een brede kaaklijn zijn. Ja, ik wil toch wel iemand die zelfverzekerd is en ook nog een pionier. Dat mag wel een beetje... Een stoere kaaklijn hebben. Zoiets, ja. Wacht, ik ben toch iets vergeten weg te klikken. Deze. Zo. Want ook iets lager. Misschien iets minder glimlachend. Echt een... Beetje wat serieuzere blik.
Ja, het ziet er altijd een beetje apart uit, totdat je kapsels gaat doen en gezichtsdetails en zo. Nee, nou is het een klein pro-mondje. Zo. Ja, we doen het wel zo. En het lijkt me wel weer eens een keer leuk om rood haar te geven, want dat doe ik echt vrijwel nooit. En dan gaan we dus nu een kapsel kiezen. Ik wil denk ik ook wel gezichtsbeharing. Het is misschien wel leuk om die alvast te kiezen. Degene die ik eigenlijk heel vaak neem. Nee, dat staat gewoon zo goed. Ik weet niet of ik dat dezelfde kleur wil. Die mag wel iets donkerder. Zo, ja. En dan doen we die de middelste rode. Wat, ja, een kapsel wat past bij iemand die zelfverzekerd is. Misschien een beetje een heet hoofd. Ambitieus, maar ook een jungle verkenner. Dus het moet iets stoer zijn. Maar ook iets, ja, ik weet niet, een beetje alledaags, een beetje netjes. Dit is dan weer te netjes. Ik wil denk ik toch wel een beetje richting casual, zeg maar. Nee, dit staat niet bij zijn hoofd. Ja, wat voor kapsel. Ik vind kapsels op zich vaak wel makkelijk om te doen. Vooral wat bij mij vaak het probleem is. Oh, dit is ook wel grappig. Je hebt er daar nog een van. Toch? Die is wel leuk. Alleen ik heb geen idee in welk pakket die zit. Is het deze? Dat je zo'n laag knotje hebt. Misschien is dat wel een idee. Is het deze? Nee, dat is een hele staart. Volgens mij ben ik al lang voorbij. Want het is allemaal basisspelhaar. Opnieuw. Nou ja, ik vind kapsels op zich niet heel erg moeilijk om te doen. Het probleem bij mij is vaak is... Ja, bij de sterrenbeeld sims vind ik het vaak wel lastig. Omdat je dan echt met dit innerlijk aan het werk bent. Maar wat ik meestal heb qua probleem is dat ik meerdere kapsels erg leuk vind. Zo komt er zondag een 52 weeks of simmaking video online. En ja, deze had ik dus net. Ik wil die andere. En daar heb ik uiteindelijk voor een heel leuk krullerend kapsel gekozen. Maar ik weet nog dat ik een stijlhaar had aangeklikt. En toen dacht ik, ja, maar deze is ook leuk. Dus ik heb vaak, vooral bij vrouwenkapsels, het probleem dat meerdere dingen ze goed staan. Oh, waarom kan ik hem niet vinden? Jullie weten vast wel welk kapsel ik bedoel, maar ik kan hem echt niet vinden. Wat is dit nou? Ik ga gewoon alles nog een keer langs. Dit is het allemaal niet. Nou, heb ik er één in mijn hoofd? Nee, dit is hem niet. Dit is hem niet. Waar staat die? Nee, dat is hem ook niet. Is dit hem? Ja, dit is hem. Dit vind ik wel iemand die... vind ik wel... Het is, kijk, als je van voren ziet, ziet het er heel netjes uit. Iemand die ambitieus kan zijn. Dit is ook op zich prima verzorgd. Het is ook casual, het is ook stoer. Het past ook bij een heet hoofd. En ik vind eigenlijk... Ik had er helemaal niet over nagedacht. Maar dat rode haarkleur, dat schijnt... Ja, mensen met rode haarkleur schijnen een beetje pittige persoonlijkheden te hebben. Dus ja, dat is ook weer een leuke... Hier wil ik zijn. Ook weer een leuke kleine touch eraan. Soms vind ik het leuk om van die details toe te voegen. Wil ik mijn sprutjes geven? Misschien niet zoveel. Misschien een klein beetje. Ja. Leuk bijzondere kop heeft hij. Maar wat gaan we hem aantrekken? Want dit shirt is te netjes. En die schoenen staan er echt niet onder. Ik weet niet. Ik vind dat geen mooie schoenen. Maar... hij mag wel iets gespierder lichaam hebben. Of nou ja, niet per se gespierder, maar wat breder. Voor iemand die ook de jungle ingaat. Echt, waarom hebben die sims bijna nooit een kont? Zo. Oké, wat gaan we hem aantrekken? Ik denk weer net als het kapsel. Iets casuals met een klein... Vleugje stoer, vleugje jingle of zo. Alleen, ik wil dan niet die blouse. Ja, die blouse van Jungle Avontuur is heel erg leuk.
Maar die had ik natuurlijk al bij mijn mannelijke Simpel de Jungle Avonturen gedaan. En anders wordt het te veel van hetzelfde. Dus ik ga even kijken. Iets wat niet van Jungle Avonturen komt. Maar wel, nou niet per se iemand die met die outfit echt helemaal de jungle gaat verkennen. Maar wel dat het op zich geschikt is om gewoon rond te lopen op de La Manta Marktplaats van Salvadorada. Of desnoods iemand die graag naar Granite Falls gaat en lekker gaat kamperen of zo. Of gewoon, kijk, dit soort dingen. Kijk, dit heeft, dit is dan iets te stoer, vind ik. Maar ja, een beetje die richting wil ik op. Kijk, zoiets. Zo kan je op zich prima naar Salvadorada reizen. Maar als je echt daadwerkelijk die jungle in wil gaan als jungleverkenner om nieuwe gebieden te ontdekken, dan moet je natuurlijk wel wat beter kleden daarvoor. Maar als je gewoon een beetje in de jungle wilt wandelen of zo, is dit eigenlijk een prima outfit. Even kijken of ik nog iets zie. Ik vind deze wel echt leuk. Deze is ook leuk, maar ik denk dat deze iets te... Ja. Net als dit. Nou, het staat hem wel. Oeh, deze heeft legerpatroon. En ja, deze heeft het rood. Nee, ik ga gewoon voor deze. Want het was ook wel grappig. Er stonden op de website staat er ook wel vaak carrières bij. Waarbij een sterrenbeeld geschikt voor is. En bij Ram stonden er best wel wat dingen die waar Ram, ja, beroepen waar Ram geschikt voor is. Waaronder dus ook soldaat en zo. Dus dat vind ik dan dit... Een leuke touch. Ik ga deze gewoon doen. En dan een spijkerbroek eronder. Ja, wat past hierbij? Misschien zo'n scheur erin. Het kan op zich wel. Je hebt ook deze, maar... Nee, dat is meer skinny jeans. Ik vind het op zich wel... Wel leuk, hè? Maar ja, nee, het past dan toch weer niet bij iemand die ambitieus is. Deze is ook wel leuk, als ik deze doe. Ja, ja. Dit vind ik wel goed. Dit is op zich een goede broek. Nou, er zit een riem bij, die kan je nu niet zien. Maar de pijpen zijn zeg maar opgerold. Dus als hij een beetje casual wil zijn, dan rolt hij zijn pijp op. En als hij bijvoorbeeld naar zijn werk moet, dan rolt hij ze weer af. Dit vind ik wel leuk. En dan zit er even... Stoere schoenen bij. Ja, dit is dan weer te jungle. Oh, het staat hem wel. Maar ik wil toch nog wel... Ja, ik weet niet. Bij ambitieus, het hoeft natuurlijk niet altijd carrière te zijn. Maar dat op een of andere manier is dat de associatie die ik erbij heb. Met die eigenschap. Deze is ook wel gaaf. Timberlands of zo heet ze. Volgens mij heeft Timberlands geïnspireerd. Deze. Nee, dan vind ik die andere toch leuker. Deze. Oh ja, dit matcht dan wel weer met de broek. Dit is wel leuk. Matcht wel met het jasje, maar ik weet niet. Timberlands horen gewoon deze kleur te zijn. Dan mag zijn schoenen wel iets kleiner. Dus zo. Ja. Ja, ik vind dit wel leuk. En ik moet even echt gewoon die koppeling met ambitieus en carrière loslaten. Want het, ja, in de Sims is het natuurlijk nogal gericht op carrière. Dat als je een werkloze Sim hebt met die eigenschap, dan willen ze nog wel chagrijnig worden. Maar ambitieus kan natuurlijk ook zijn in je hobby of in vriendschappen of andere dingen die je leuk vindt om te doen. Hoeft niet per se carrière te zijn. Oeh. Even kijken, voor een leuke finishing touch misschien iets... Om de arm. Ik zit hier misschien zoiets. Zo'n leren bandje. Dat staat wel leuk. Dan weer nog één. Die hangt iets lager. Is dat serieus het enige verschil? En de vlecht is iets anders. Nou, ik vind hem wel leuk zo. Oh. Ja. Ik vind hem ook een hele leuke, bijzondere kop hebben. Want ik merk vaak dat als ik Sims maak, dat ze vaak een beetje dezelfde uiterlijk
elkaar koppen hebben. En ik probeer al ook al met de 52 Weeks of Simmaking een beetje meer te experimenteren. Door ook bijvoorbeeld wat langere, smallere gezichten te maken. Of wat meer ronde gezichten. Maar ik vind deze sim ook zo leuk en uniek. En ja, dit is dus Rumiram of Remiram, wat je wil. Een jungle verkenner en daardoor is hij een verzamelaar. En het is een zelfverzekerde, ambitieuze heethoofd. Ik zal hem uiteraard op de galerij zetten en dan kun je hem dus downloaden. En over een maand is de nieuwe sterrenbeeld aan de beurt. En dat is de sterrenbeeld Stier, het sterrenbeeld van mijn zusje. Maar ik ga haar niet namaken, want ik wil haar een keer... Ja, ik ga die sim niet Lin noemen, zo heet mijn zusje dan. Want ik wil haar een keer voor een andere challenge gebruiken. Maar ja, ik ga natuurlijk wel weer op Facebook rondkijken wie er nog meer een stier is en in die periode jarig is. Dus dat zien we over een maand. En als je suggesties hebt voor eigenschappen of bepaalde dingetjes die je bij een stier vindt passen, laat het ook weten in de reacties. Ben jij een ram of ken jij een ram? En denk je, oh, dat klopt ook echt. Laat het ook weten in de reacties. Dat vind ik echt leuk. Dat, van die bevestigingen dat het gewoon klopt. En ja, bedankt voor het kijken. Zondag dus een nieuwe 52 Weeks of Simmaking video. En over een maand een vrouwelijke sim met het sterrenbeeld Stier.